Hallo allemaal, hartelijk welkom bij deel 10 van onze training Lightburn voor beginners. Ik weet nog niet of het de laatste is voor de kerst, maar hoe dan ook maak ik nog een video voor de kerst. Alleen de vraag is of dat een trainingsvideo is, ja of nee. We gaan vandaag deel 10 doen en we gaan vandaag in dat hele belangrijke gedeelte van de training terechtkomen waarin we onderin die knopjes hebben met al die kleurtjes. Wat is dat nou eigenlijk en wat doe je daar dan mee? Nou, we gaan daar natuurlijk later pas een echt voorbeeld van zien. Dat ga ik zo'n beetje in de laatste training, denk ik, doen. Maar dat is wat we vandaag gaan doen. Dus we gaan die onderste balk doen. Dat kleurenpalet. Nou, ik hoop dat je er veel van op gaat steken. We gaan beginnen. Zo, daar zijn we dan in Lightburn. We gaan dus vandaag beginnen aan training 10, en dat is diegene waarin we deze knoppenbalkje onderin met al die kleurtjes gaan gebruiken. Je ziet ook al dat ik een object geopend heb. Dat is een puzzel die ik gemaakt heb. En dat object bestaat zometeen uit maar liefst 5 van die kleuren. Zodat we ook goed kunnen zien wat dat nou eigenlijk inhoudt. En daarvoor heb ik rechtsbovenin het tabblad snijden lagen geopend. Want dat is waar die kleuren om de hoek komen kijken. Kijk, natuurlijk. Ik heb wel eens van die mensen zeggen, oh leuk, dit maak ik blauw en dat maak ik rood. Dat ziet er leuk uit, blauw en rood. Maar ja, een laser doet in feite alleen maar branden en dus zwarte kleuren maken. Er zijn uitzonderingen. Een MOPA laser kan metaal van kleuren voorzien. Maar desalniettemin blijft het toch branden. En is het eigenlijk je ogen die dan de truc uithalen om kleuren te gaan zien. Dus het kleuren daaronder in het beeld, die hebben niets te maken met of jij je object mooi kunt kleuren, ja of nee. Om te beginnen zien we dat ze genummerd zijn van 00 tot en met 29, bijna aan de rechterkant. En dan zien er twee, er zijn er twee en die heten T1 en T2. Die T staat voor toolpad. Ja. En dat wil eigenlijk zeggen, die T1 en die T2, dat wil eigenlijk niks meer en niks minder zeggen als dat het zeg maar lijnen zijn die niet gelaserd worden, maar die in principe als een soort van guideline dienen. Zeg maar de maat van je object, om maar eens wat te noemen. Nou, als we gaan kijken, dan zien we hier aan de rechterkant hier bovenin, bij hulpmiddel, zien we inderdaad ook dat hulpmiddel staan. En dat is een T1, dus een toolpad 1. We zien daarachter staan dat het gaat om een kader. Als we op die T1 gaan staan, op die tekst T1, en ik doe mijn rechtermuisknop, dan krijg je dat lekker niet te zien. Maar als je heel goed kijkt, zie je dat het vierkantje onder die puzzel knippert. En dat heeft te maken met het feit dat daar die toolpad, dat hulpmiddel zit. Waarom heb ik dat hulpmiddel gemaakt? Omdat ik daarmee de laser kan uitrichten, zodat hij precies die afbeelding binnen dat kader gaat tekenen. Toolpad is dus iets, en dat staat daar ook achter, zie je zeg maar output staan. En je ziet dat er bij die T1 niks achter staat. Het is geen output, er wordt niks uitgegeven, er wordt dus niets geprint, er wordt niets gelezen. Daarachter staat wel of die getoond wordt. Dat wordt die wel gedaan, alleen je ziet het niet omdat die onder die rode lijn zit en hij is dus oranje. Nee. En bij die andere zie je dan daarachter nog staan R. En dat is eigenlijk niet voor onze diodelasers bedoeld. Het is eigenlijk bedoeld voor een printer die ook een ingebouwde R-assist heeft, die lucht blaast. Nou kun je zelf een R-assist aanbrengen op je laser. Alleen die kan dan dus niet worden aangestuurd via Lightburn. Dus dit is eigenlijk alleen voor die lasers waar een ingebouwde R-assist zit die aangestuurd kan worden door Lightburn. Ja. We zien ook dat er hier maar liefst 5 kleuren staan. Groen, zwart, blauw en rood. We zien dat er 2 geen output hebben. Die gaan we even aanzetten, zodat ze wel output hebben. Zo, alles output. Zodat ook alles getoond wordt in die afbeelding. Want ik weet niet of je dat zag, maar als ik zeg maar die afbeelding uitzet, dan is die er nog wel, maar hij is heel vaag in de achtergrond. Nou, nu is er een output. Dat wil zeggen dat als ik dit nou zou gaan laseren, zou die deze opdrachten in deze volgorde gaan laseren. En dat is precies waar nou die knoppenbalk hier onderin voor is. Kijk, elke opdracht kan wel eens een andere vorm van laseren zijn. Nou, een voorbeeld. Dat zwart, dat is die afbeelding van die twee hondjes, Woezel en Pip. Dat is deze hier. Dus die 0-0 lijn. Je ziet hem knipperen. Dat betreft een afbeelding. Dat wil zeggen dat ik het niet uit wil snijden. Ik wil die afbeeldingen graveren in het hout in dit geval. Want het gaat in dit geval om hout.
Daarachter zie je de settings staan. Daar komen we op terug zodra we met deze werkbalkjes aan de gang gaan. Dat is ook nog werk genoeg, maar dat komen we dan vanzelf op terug. Want we zien hierachter staan dat hij een snelheid heeft van 1200 mm per minuut en 25%. En dat is voldoende om die afbeelding op hout te graveren. Het tweede wat we zien is dat het blauwe lijntje, dat is hier die lijn die eromheen zit, zeg maar. En dat is een snijlijn, dus deze gaat snijden. En snijden kan je alleen met de lijnfunctie, dat zien we hier ook. Ja. Dan heb je te maken met hele andere snelheden en hele andere power. In mijn geval, ik kies voor 300 mm per minuut, 75% power. En later zullen we zien dat ik dan 4 passes, 4 keer eroverheen ga. Hieronder zie je dat ook staan, een aantal keren, 4 keer. Ja. Dus het graveren heeft hele andere instellingen dan die snijlijn. Vervolgens heb ik op rood de puzzel staan. Dat zijn de puzzelstukjes. En die hebben weliswaar dezelfde instelling als ook die blauwe lijn heeft. Alleen ik wil ze niet in hetzelfde proces branden. Laat ik het zo zeggen, ik wil ze uit kunnen zetten en aan kunnen zetten, zodat ik branden kan wat ik op het moment wil. Dus stel ik zou alles output uitzetten behalve die rode lijn, dan is hij op dat moment alleen maar bezig met die puzzelstukjes eruit te snijden. De rest doet hij op dat moment simpelweg niet. De vierde, dat is de groene lijn. En dat is de tekst. Even kijken, er staat boven tekst van die twee diertjes, Woezel en Pip. Want dat zijn die twee hondjes. En ook die tekst kan wel weer eens iets heel anders zijn, want dat is geen afbeelding. Zoals hier die twee hondjes zijn, dat is een afbeelding, maar tekst is dat niet. En tekst kun je dan bijvoorbeeld omlijnd maken of vullen. Nou, als je goed kijkt, ik ga even inzoomen voor je erop. Zoals die hier nu staat, is die eigenlijk alleen maar omlijnd. Maar bij hier die groene laag, daar zie je duidelijk vullen staan. Nou, daar halen we dus heel simpel dat televisietje tevoorschijn om te zien van wat krijg ik dan te zien. En dan zie je bij Woezel en Pip dat die gevuld is. Je ziet ook dat de beide hondjes redelijk zwart zijn. Maar dat heeft gewoon met de afbeelding te maken, zeg maar. Daar moet je niet te veel van schrikken. Op het moment dat je hem gaat laseren, komt hij er verder goed uit. Nou, misschien snap je inmiddels al waar deze balk dus voor is. Het is op zich niet zo moeilijk, maar het is wel heel belangrijk. En wat daarbij ook heel belangrijk is, is de volgorde waarin je handelingen uitvoert. Dit is een vrij lastige, het heeft 5 zaken. Nou, dat hulpmiddel maakt niet uit, want dat is alleen maar het kader. Op het moment dat ik op kader klik, dat hij zeg maar een vierkantje trekt waar hij gaat laseren. Dus die is niet belangrijk. Maar dan de volgorde. Kijk, het heeft natuurlijk niet zo heel veel zin om eerst die outside eruit te snijden. Ja, want daarvoor leg ik een rooster op mijn laser, zodat er lucht onderdoor kan. Dus dan moet de focus veranderd worden, om vervolgens daarna de afbeelding te gaan doen. Want ja, dan kan het wel eens zijn dat het heel moeilijk uit te richten is. Dus de volgorde waarin je gaat snijden, kan een belangrijke situatie zijn. En over het algemeen is het zo dat graveren en tekst eerst gebeuren en je dan pas naar het snijden gaat. Je ziet ook dat dat belangrijk is. Het kan soms handig zijn om 2 van die toolpads te hebben, vandaar dat er ook een T2 is. En je hebt maar liefst 29 mogelijkheden om 29 verschillende kleuren toe te wijzen aan objecten. Nou, om daar eens even een klein voorbeeldje van te laten zien, dat is ook wel een hele aardige. Overal op het net, als je kijkt naar lasers, is wel een power scale te vinden. En waar is die power scale nou voor? Die power scale is om vast te stellen op het materiaal wat jij gebruikt, met verschillende instellingen, iets te maken, ja of nee. Nou, we gaan dat weer even laten zien. Die notitietekst mag van mij even weg. Even dit naar het midden verschuiven en dan gaan we even inzoomen. Kijk, hier zijn veel meer van die kleuren gebruikt. Veel meer van die kleuren gebruiken. Maar waarom? Omdat er eerst een lijn wordt gemaakt met 1000 mm per minuut snelheid. Dat is dus die blauwe hier. Zie je dat? Dan krijg je die rode, 1200 mm, 14 enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar ook naar beneden moet er het een en ander veranderen. Alleen dat wordt dan in dit geval in een andere setting gedaan. En dat gebeurt, als ik het goed heb, bij de objecteigenschappen. Ik heb niks geselecteerd, dus dat kan ik niet laten zien. Ik moet het weer eerst even selecteren. Oh,
bij de verkeerde knop. Ik heb er altijd ruzie mee. Zo. En als ik dan bij objecteigenschappen kijk, dan is het een vermogensschaal, multi, zie je dat? Dus en daarmee kan je het een en ander instellen, zeg maar. Deze bestanden kun je gewoon downloaden van het internet, hoor. Die zijn er legio. Maar wat heel belangrijk is, is dat wat hiermee gebeurt, is dat zeg maar, er als ware een blokkenstructuur gelezen wordt met op 1000 mm per minuut per 20%, 30%, 40%, 50% tot en met 100%. Om te kijken van wat geeft nu het beste resultaat. En dat zou er gebeuren bij 1200 mm en 1400 mm enzovoort, enzovoort, enzovoort. En je ziet dat daar dus ook heel veel die kleurtjes aan toe bedeeld worden. Men had hier ook kunnen kiezen om elk blokje zijn eigen kleurtje te geven. Nou, dat werkt natuurlijk niet, want je hebt er maar een stuk of 30, denk ik. Hè, dit zijn als het goed is 30 tot en met 29. En dat betekent dat je de 30 kwijt kunt. Nou ja, goed. Je snapt denk ik de werking van dat blokken gebeuren. Ja? Dat kleurenblokjes die zijn er dus voor om zeg maar een laag toe te wijzen aan iets wat een specifieke instelling nodig heeft of eventueel apart van al het andere gelezen moet worden. Die lagen gaan we dan hier terugzien. Als je erop gaat staan en je doet rechtklikken, dan krijg je ook te zien wat dan die laag voorstelt. Vervolgens kun je daar settings aan meegeven. Dat gaan we in een van de volgende trainingen doen. En die settings gaat hij dan uitvoeren op de volgorde waarop ze hier staan. Stel ik wil in dit geval die 8 hoger hebben. Dat wil ik niet hoor, maar stel ik wil dat. Dan verplaats ik, dan selecteer ik hem hier. En doe ik met die pijltjes daarnaast, kan ik hem omhoog verplaatsen. Zou niet handig zijn in dit geval, vanwege de logische opbouw van het bestand. Nou, ik denk dat ik daarmee deze hele belangrijke balk heb uitgelegd. Want dit is echt een belangrijke balk, omdat je dit met regelmaat gaat gebruiken, zeker bij wat uitgebreidere objecten. Kijk, op het moment dat je alleen maar iets op een tegel lasert, dan gebruik je over het algemeen alleen die toolpad, die T1, en waarschijnlijk de zwarte laag waarin je de settings zet voor die afbeelding te graveren, zeg maar. Maar op het moment dat je gaat snijden, gaat letteren, gaat afbeeldingen doen, enzovoort, enzovoort. Op dat moment ga je verschillende settings gebruiken in verschillende lagen. En die doe je toewijzen met die kleuren daaronderin. Dat was les 10, training 10 voor vandaag. De volgende keer gaan we het hebben, en dan moet ik alleen even kijken hoe ver we komen, met die balk, met die minuutjes die hier staan. Hè. Snijden, lagen, verplaatsen, camerabewaking. Dit is trouwens flauwekul. Die camerabediening, die heb ik niet nodig, want ik heb geen camera, dus die doe ik gelijk dichtgooien. Variabele tekst, objecteigenschappen en dan hieronder de kunstbibliotheek, de laser en de bibliotheek. Maar dat is voor een volgende training. En het kan best zijn dat dat in twee delen gaat gebeuren, dus één keer deze bovenin en één keer hieronderin, maar dat zien we dan op dat moment wel. Voor vandaag was het genoeg. Alvast heel veel plezier met het kijken van deze video en ik hoop dat je er wat van geleerd hebt. Tot de volgende keer. Dag.